omdat ik een kunstwerk mooi vind. Ja? Ja, ja, ja. En toen zei mijn moeder, die zei van, ja, dat is echt van daar en daar, dus ik heb een vergeten grond. Heb je een idee met waar dat zou kunnen gaan? Ja, tempels, verschillende tempels. Misschien christen, boeddha, boeddhisme. En ja, wow. Dat vind ik zo. Zo, dat ging al net goed. Maar daar gaat het dus. De vier verschillende grote religies. Dat is een blond, hè? Nee, ja, hartstikke goed. Door van Pink Schoenings. Ja, ja. Vandaag eigenlijk druk nog groter. Ja. Dat vind ik wel jammer. Daar gaat het een beetje over. Ja. Dat als je een beetje... Je gaat te veel gaat focussen of niet meer naar anderen luisteren, dat je dan een beetje afgesloten wordt. Ja, daarom. Nou, het eerste gezicht dacht ik een beetje van... Wat is dit? Ja? Ja. Dat kan me voorstellen. En toen had ik zoiets van, nou, misschien is het wel iets van kunst. Ja? Ja, ik vind het wel heel bijzonder. Moskee, een kerk, een Boeddha-tempel, denk ik. Het is een hindoeïstisch tempel, maar er zijn wel meer mensen die dat denken, ja. En dat is een synagoge dan, ja? Of iets? Ja. Nou, nu zie ik het. Ja. Ja. Maar waarom op het hoofd? Omdat je dan je denkwijze... Ik ga je volgen. Ja? Mag ik jullie zo wat vragen hierover stellen? Ja, natuurlijk. Ja, vind je dat oké? Leuk. Ja hoor. Als je het zo op het eerste gezicht bekijkt, wat komt er hier op? Wat vind jullie? Nou, ik dacht echt dat het een weddenschap was hoe lang er iemand eruit op zat. Ja, ja. In België vroeg je af of er iemand thuis was. Ja, vast. Had je al aangeklopt? Ja, geklopt. Ik kon de bel niet vinden. Als je religie in een huis plaatst, dat het dan heel verstikkend kan zijn. Ja, precies. Ja, absoluut. Als het vaststaand mooi. Ja, heel mooi. Oké. Okay. Nou, leuk. Hiervan. Heel goed. Ja? Ja, heel goed. Ja, want zo hoort het. Zo hoort het? Ja. Vertel. Alle religies bij elkaar. Ja, precies. U heeft al iets gelezen erover? Nee. Dat heeft u helemaal zelf gedacht. Ja, maar dat is duidelijk. Ja. Dan is de ene traditie de andere dan overtreffen. Ja, dat is het. Wel op, want je ziet die jongens lopen en denk je, goed, dat is dat. Ja. Er wordt in ieder geval een vraag gesteld. Ja, precies. Ja. En dat is niet, ik geloof niet dat het mensen helemaal onverschillig laat. Nee, dat denk ik ook. Ja, je ziet het. Ja, ja. Nou ja, en ze staan allemaal gezellig bij elkaar. Ja, je weet dat ze bij elkaar doen. Ja. Special artwork. Okay. Yeah, thank you. Yeah. Thank you for giving me this. I'm standing and then sometimes I'm walking around. Okay. It's not 10 minutes or 5 minutes. The tweede is Bali. It's but for a big religion. Yeah. It's a synagogue. Synagogue, Hindu temple, yeah. And then a church and a mosque. Oh, yeah. Okay. I see different religious buildings made into a sculpture, a moving sculpture, and I like the way they were walking around the fair. So I thought it was very, very interesting and provocative. Rechterzijde van u. Blijf even staan, Ruud. Ik heb nog wat.
Maria. In 2018, wij doen hetzelfde, is voor jou. Awesome, maybe ja. En dames en heren, de background. De achtergrond van Rudy is Cynthia. Linda. Dames en heren, om twee uur gaan we. Dag meneer. Goedemiddag. Wat vind je van deze huisjes? Ik vind het wel leuk, die huisjes. Wel grappig, hè? Het valt meteen op. Ik vroeg me eigenlijk af wat de eerste indruk is. Het is dan niet meer leuk dat daar nou te doen. Ja, ja. Maar wel leuk. Ja, leuk. Maar loten zijn altijd leuk. Vaak ja, loten zijn leuk, hè? Ik dacht dat het iets te maken had met woningen in Indonesië. Ja? Maar wat is er nou precies? Het was ook een herdenking, dacht ik. Oké. Okay. Ze waren in het zwart. Ze liepen langzaam. Het had misschien ook al iets met een uitvaart. Maar zeker weten doe ik het niet.
alle gebouwen, architectonisch bekeken, is alles ook hoogte, diepte, lengte, breedte, hoekig, rond, cirkel. Het kan van alles zijn. Alles in de wereld ook, hè? Ja. Ja. En dat vind ik het mooie van. En wij allemaal wonen ook in een huis, buiten het huis, binnen het huis. Het heeft allemaal mee te maken. Ja. Maar ja, kijk, als je zegt, ja, je kan van een moskee, synagoge, geen woonvertrek maken. Nee. Dan heb je misschien een paleis, ik weet het, of een villa, of een bungalow. Ja. Maar mensen wonen op een bepaalde manier wel in zo'n huis, in een eigen gevoel. Ja, in een huis, toch? In je eigen lichaam. Ja. Dat is ook mooi. In je eigen religie dan. Ja. Heb je ook een huis in je eigen lichaam? Is het opgeruimd? Geen spookhuis? Spook het nog? Yes.